Jos, zondag komen de Eagles op bezoek. Zijn jullie er klaar voor? Ja, morgen nog een training om de laatste details erop te, op te zetten. Maar uh, we zijn er klaar voor. Wat voor uh, gevoel overheerste na de wedstrijd tegen AZ? Ja, toch ook weer dubbel. Uh, 2-1, dat was week daarvoor ook, maar toen was het gevoel helemaal niet dubbel. Dat was een heel duidelijk, heel slecht gevoel. Nu bleef uiteraard het goede spel hangen. Vooral omdat je op je eigen manier gespeeld hebt. Hoog druk zetten, durven voetballen, aan de bal zijn. Maar de tweede helft hadden we 62% balbezit En dat uit in het zegt veel over je speelstijl. Waar andere clubs daar helemaal weggespeeld werden, hebben we het goed voor elkaar gehad. Maar ja, dan komt het dan voor de dubbele nul punten. En zeker met die eindfase, waarin je nog een goal maakt. Dan nog een kans krijgt, ja, is toch het zure gevoel er zeker ook geweest. Ja, klopt. Dus eigenlijk uh, de weg die we een beetje in hebben gezet, denk ik, bij NEC ook al. Ja, dat het wel oké okay eruit ziet, het voetbal. Maar ja, wat ik net zeg, uh, ik denk dat we gewoon echt een overwinning nodig hebben om echt uh, vertrouwen te krijgen. En uh, ja, dan kun je ook weer wat stappen maken. Zeg maar. en, uh, eigenlijk hebben we misschien twee of drie overwinningen misschien achter elkaar nodig. Maar laten we maar een keer beginnen met één. Heel veel Leeuwarders, uh, die zijn al aan het rekenen van uh, hoeveel punten je ongeveer nog nodig zou hebben en wie je dan kunt pakken. Hoe cruciaal is deze tegen go Ahead? Ja, ik denk dat we best mogen uitspreken dat deze heel cruciaal is. Dus uh, <tossimus> we zijn ook niet dom. Ik kijk uh, ook naar de ranglijst en dan zie je toch wel uh, ja, dat er nu al een uh, gat is van vier punten. Dus ja, we hebben gewoon die drie punten nodig uh, zondag, duidelijk. Ja, het is een extreem belangrijke, dat zeker. Uh, uiteindelijk heb je elf wedstrijden, hoef je niet alle elf te winnen. Maar moet je er wel een hoop van gaan winnen. Dus dat, uh, dat lijstje wat mensen doornemen met wedstrijden waarin je meer kans maakt, ja, dat snap ik heel goed. Want van die elf heb je een paar hele moeilijke wedstrijden. En een groot aantal tegen concurrenten. En daar moet je de punten gaan pakken, en daar is Eagles de een van. Maar goed, andersom heb ik het gevoel dat zij er ook zo over denken. Heb je een redelijk fitte groep uh, tot je beschikking? Ja, redelijk. Niet volledig, maar wel redelijk. Uh, Marco Tol is nog apart van de groep aan het trainen. Bangura Van de Water zijn ingestroomd. Ze worden wel fitter, maar als ze fit genoeg zijn, moeten we morgen bekijken op de laatste training. Maar we gaan wel uh, daarmee ook de goede kant op. Uh, Maxime Gullet en Johnny van der Meer nog geblesseerd. Dus ja, uh, niet helemaal fit, maar wel redelijk positief. Mees natuurlijk geschorst, uh, Mitchell, Paulussen, uh, die kun je gewoon inwisselen voor elkaar? Ja, Mitchell was vorige week geschorst en Mees deze week geschorst. Nou, dezelfde positie, dus die wisselen met elkaar om en ook de aanvoerdersband uh, gaat naar hem toe. Want de Alex die niet speelt en Mees die niet speelt, dan uh, uh, is Kelvin op de bank. Nou, dat zijn de drie aanvoerders die we hebben. Dus er komt er in, uh, een vacature en die uh, kunnen we Mitchell prima invullen. Dat is een goede beloning voor hoe Mitchell de laatste weken gespeeld heeft. Ja, ik voel me ook wel... Uh... Ja, op mijn gemak. Dus uh, je krijgt misschien iets meer ruimte aan de bal dan, uh, dan wat hoger op het veld. En uh, ja, je kunt ook uh, ja wat betere uh, team aansturen. En, uh, ja, als er van me wordt gevraagd om op zes te spelen, dan doe ik dat met uh, alle plezier. Je hebt in het verleden ook wel op links buiten gestaan, natuurlijk, op tien wel. Uh, je zegt dat je het liefst centraal staat, maar dit is dus wel iets wat bij jou past. Um, ja, ik denk het wel. Dus uh, ik denk dat. Uh, ja, dat je veel in de bal kan komen en uh, ja, anderen ook in stelling kunt brengen. Met, uh, door middel van slimme, slimme balletjes of uh, ja, van kantwisselen. En uh, ja, vooral het veel in de bal komen is wel iets wat ik, uh, ja, wat ik, wat ik leuk vind. En uh, dat is natuurlijk centraal op het veld wat meer dan, uh, dan bijvoorbeeld linksbuiten. Ja. Nou is het natuurlijk ook logisch om die lijn uh, door te zetten uh, van AZ. Heb je ook nog overwogen om bijvoorbeeld Remco Balk, die de laatste weken goed invalt, uh, in te brengen? Zeker, ja, Remco doet het uitstekend. Hij heeft uh, heel veel goede invalbeurten gehad. Dat begon denk ik tegen Groningen, waar hij een heel belangrijke rol speelde in de eindfase. Uh, we hebben een tijdje getwijfeld, inderdaad, van ja, gaan we daarmee belonen met een basisplek. Maar tegelijk, is de waarde die Michael heeft op rechts ook heel groot voor de ploeg. Gigantisch veel arbeid, heel betrouwbaar. Uh, en niet leuk om te horen voor Remco. Maar sommige spelers denk je ook van als trainer, die kunnen heel erg goed invallen. Die kunnen als de ruimte wat groter wordt, heel goed profiteren daarvan. Dat wil je als speler niet horen, want je wil geen goede invallen zijn. En als hij het zo blijft doen, dan gaat hij ook naar een basisplek toe groeien. Daar ben ik van overtuigd. Maar nu de keuze zo gemaakt dat we met Michael een goede starter hebben. En met Remco ook echt een wapen op de bank hebben zitten. In ieder geval veel voetbal in de ploeg op deze manier. En wat zou het lekker zijn om op eigen manier goed te spelen en dan ook die punten eindelijk een keer te pakken? Hè? Ja, ja, klopt wat je zegt. We willen gewoon goed voetbal en we willen ook uh, ja, met veel strijd en. Uh, ja, echt de wil opleggen, zeg maar dat we op, op hun helft kunnen blijven spelen. En uh, ja, daar, hoort ook, uh, daar hoort ook duels bij, en daar hoort ook uh, ja, de restverdelingen, noem maar op. Dus uh, ja, ik kijk wel uit naar de pot. En uh, het is wel belangrijk dat we, dat we goed aan de bal zijn. En uh, kijk, vanuit daaruit is het ook makkelijker om uh, druk te zetten, omdat je dan veel minder in die momenten komt. En ja, ik kijk ernaar uit. En uh, wat ik, nou, hoe ik al begonnen, we moeten, we moeten winnen.